In deze villa ligt een diamant en deze wordt bewaakt door twee beveiligers. Als zij de diamant ongezien kunnen stelen, geef ik ze 100 euro. Succes! Let's go! Oh, kom. Jongens, hij is nu weg. Je kunt hem nu lopen. Kom, kom, kom. Dan kan je even. Hoppa! Jacco is de eerste aanvaller. En blijf buiten! Nadat Jacco gepakt was, gingen de beveiligers allebei naar boven, dus konden Suzie en Cedric ook naar binnen. Ik denk dat ze uit die deur kunnen komen. De diamant ligt in een speciale kamer en om daar te komen moet je echt heel de villa door. En dan ook nog maar zorgen dat je niet gezien wordt door een beveiliger. Het is echt heel lastig. Kom eens, kom. Lekker kijken, ik ga achterkant kijken. Kom, 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 kom. Oh, hier is donker. Zie je hier? Hier is nog een diamant. We hebben de diamant, we hebben de diamant. Ja. Oké, ze zitten nu in de woonkamer. Komen ze naar boven? Hide je ergens, ze gaan naar boven. Hide, hide, hide. Ja, dat is echt veel spannend. In deze video moeten ze gaan samenwerken om zoveel mogelijk geld te verdienen. En we gaan zoveel zieke challenges doen en ze weten daar helemaal niks van af. Eén iemand gaat zelfs bungee jumpen. Terwijl Suzie en Cedric bij de diamant verstopt zitten, kwam een beveiliger in dezelfde ruimte als Floris. Oh mijn god. Floris, waar zijn ze nu? Jesse, kom weer naar boven. Heb je de diamant gecheckt? Ja. Weet je het zeker? Ja. Weet je het heel zeker? Ja. Diamant is weg! Wat? Er is hier iemand, en naar beneden. Ik heb paniek. De diamant is weg! Suzie en Cedric kunnen maar niet naar beneden komen omdat de beveiligers al 3 keer langs zijn gelopen. Er moet hier iemand zijn. Joost! Ja! Ah, hier, fuck! Heb jij de diamant? Weet ik niet. Ik ben gepakt, jongens. Ze lopen hier allemaal naar beneden. Niet naar beneden. Kom, 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 kom. Hoppa! En de tweede afvaller, Suzie. Let's go, let's go. 2 gehad, nog 2 te gaan. Broer, zeg als ik kan gaan, over. Lekker, dankjewel. En dat betekent dat jullie nu met z'n vieren de eerste 100 euro hebben gewonnen. En nu door. Hallo, dit is een professionele basketballer. En hij is 2 meter. Oh mijn god. Oh nee. En jullie moeten een potje tot de 3 tegen hem gaan winnen. Als één iemand van jullie het gaat doen, krijgen jullie 400 euro. Maar voor elke persoon die extra meedoet, gaat er 100 euro af. Wie gaat het doen? Met hoeveel zullen we het gaan doen? Ik zou gewoon voor 7 doen. Ze besloten het met z'n 3 te gaan doen, dus als ze winnen, krijgen ze 200 euro. Jullie gaan het opnemen tegen iemand van het Nederlands elftal. En jij bent alleen, dus jij krijgt uit. Oh ja, dat is echt eerlijk. Oh, dat is echt niet te doen. Yes. Nope. Ja, ja. Hebben. Mijn gevoel zegt dat ze dit keihard gaan verliezen. Oh. Ja, nee. Nee. 1-0. Hey, als jullie niet scoren, zijn jullie echt heel slecht. Ik kan niet eens dribbelen. Nee. Dit wordt te makkelijk. Springen. Ja, 2-0. Oh, ze worden hier echt keihard afgemat. Ik denk dat ze met 4 man ook niet gered hadden. Ja, ja. Nope. Nee! Cedric, had jij dit beter gekund? Dat betwijfel ik eigenlijk. Huh? Nee. 3-0. Ja, dit kan ook niet. En dat betekent dat jullie helaas geen geld hebben verdiend. En dan gaan we nu door naar de volgende. Nadat jullie verloren hebben van de basketballen, gaan we nu verstoppertje spelen. Er liggen hier in het hele park 10 erfflessen verstopt en die moeten jullie binnen een kwartier gaan vinden. Ze dachten dat deze challenge best wel moeilijk zou worden, dus besloten ze het met 3 man te gaan doen. Dat betekent dat als jullie de 10 erfflessen binnen een kwartier op deze tafel hebben staan, er 200 euro bij komt. Succes! Oh my god. Oké, nu, go, go, go! Dippy-doo is ook echt heel groot, er zijn zoveel verschillende verstopplekken. Eerst ga ik hier naar boven en Cedric pakt die kant en Jacco pakt die kant. Dus de taken zijn goed verdeeld. Oh ja, dit had ik jullie nog niet verteld. Er is 1 kijker die hier verstopt zit met de cherry cola pot erop. Als jullie die vinden, krijgen jullie 5 minuten extra. En er zit nog een kijker verstopt zonder cherry cola pot erop. Dus dat is afleiding. Dus die kijker moeten we echt snel vinden. Floris, gaat het ze lukken binnen een kwartier? Het moet eigenlijk wel lukken, ik denk het wel. Kom op, Jacco! Dankjewel, Floris! Met de erfflessen drink je gewoon normaal water. Maar door er een van deze geurpels op te doen, denken je hersenen dat je een smaakje proeft. Dat komt door de geur die uit de pot komt. Ik heb nog niks. Ik heb er één. Ik heb de eerste gevonden. Ik heb hier een kind. Hallo. Ze hebben nou de afleidingskijker gevonden zonder cherry cola pot erop. Dus jullie krijgen nog geen 5 minuten extra. Oké. Okay.
Oh, twee erfflessen staan er al. Let's go. Lekker bezig, kom op. De erfflessen hebben ze ook in heel veel verschillende kleuren. Er ligt een groene, een blauwe, een oranje en zelfs een stalen fles verstopt. Zelf gebruik ik altijd deze mooie blauwe fles. Ik heb nog helemaal niks. Oh my god. Ik heb er nog één, Oh ja, nog een erfles. Zet hem erbij. Hoppa. Jacco, je moet rennen. Ja, ik vind helemaal niks. Jacco. Zoals jullie weten is cherry mijn favoriete smaak. Maar deze haal ik er toch even af. En doe ik de nieuwste wintersmaak cherry cola erop. Deze is oprecht nog lekkerder ook. Wie heeft die dingen verstopt, man? Ik heb er nog één, Oh. Nog eentje. Hoppa. En de vierde erbij. Cedric is echt heel goed bezig. Floris, dit is de nieuwe cherry cola pot. Proef eens. Dat is wel lekker. Dat is lekker. Ja. Jongens, koop je erf. Jongens, jullie hebben nog maar 5 minuten de tijd. Hebben jullie dat kind al of niet? Nee, ik heb hem niet gevonden. Ja, ik heb hem, Oh, ben ik blij dat ik jou gevonden heb, zeg. Ja, ik heb het kind gevonden. Oh ja. Hoppa. Ze hebben dus te kijken met de cherry cola pot gevonden, dus 5 minuten extra. Cedric krijgt deze video dus een tweede kans, omdat hij bij de 200k special niet heeft gewonnen. Ik heb er nog één, Deze lag echt moeilijk verstopt, ouwe. Oh, Cedric heeft nog een fles. Hoppa. Maar er moet wel iets in die ballenbak. Ik ga nog in die ballenbak in. Kom op, jongens, kom op. Suzie, heb je al iets? Ik heb nog helemaal niks. Kom op, joh. Je moet er toch wel eentje liggen. Oh my god. Ik heb er één. Yippie. Hoppa. Oké, door. Ik ben kapot. Oh, ik heb er één, Eentje lag onder het kussen, ik heb er ook nog één. Jacco en Cedric hebben er allebei. Oké, let's go, kom op, Jongens, jullie moeten nog één fles, kom op. We hoeven er nog maar eentje, kom op jongens. We zijn echt overal al geweest. Okay, jongens, jullie hebben nog maar 1 minuut. 1 minuut? 1 minuut, dus kom op, go, Dan gaan ze niet redden, Er ligt nog één stalen fles verstopt. Een stalen? Oh, die zijn ook echt moeilijk. Waar moeten we nog zijn? Ik heb geen idee. Hij staat gewoon achter die blauwe paal. Hoe zien ze die? Jongens, deze zit echt verstopt op de makkelijkste plek. Hou je bek. Dit staat nergens. Hier misschien. Suzy, kom op. Nog 30 seconden. Oh my god. Zijn ze. En zet hem erop. Hoppa. Even kapot. En dat betekent dat jullie weer 200 euro erbij krijgen. Let's go. Dit was ook zwaarder dan tegen die basketbal spelen. En de volgende wordt ook heel leuk. En daar gaan we nu heen. Hallo. Hier staan 4 abonnees en jullie moeten een potje trefbal tegen hun gaan winnen. Wie gaan het doen? Met hoeveel? Ik denk dat we dit ook sowieso niet met z'n 4 hoeven doen. Alleen als ze het potje winnen, krijgen ze geld. Jullie 2 gaan het doen. Kom op. Ja. Ja. Dus dat betekent dat jullie nou voor 300 euro spelen. We zijn met z'n 4 en wij zijn maar met z'n 2. Maar als we winnen, hebben we wel veel meer geld. Begin! Kom op, Cedric! Wat was dit? Dit sloeg echt helemaal nergens op. Oh ja, als jullie winnen, krijgen jullie de 300 euro. Huh? Ook deze abonnees kunnen dus weer geld gaan winnen. Abonneren! Vang hem. Ja, lekker! Ja. De eerste kijker is af. Lekker, Suzy. Ik voel me nu wel een beetje schuldig. Je mag dus afweren met je handen. Ja. Oh my god! Kom op, kijkers. Je doet voor 300 euro, hè. Kijk, nu is het 2 tegen 2. Nu is het pas echt eerlijk. Hier spelen ze allemaal voor. Voor een potje trefbal. Vangen. Ja, nee. Oh, laten we moeten vangen. Kom op, Cedric en Suzy. Er komt een tweede bal bij. Oké, nu moeten we uitkijken. Nope. Oh, ik heb een potje trefbal nog nooit zo spannend gevonden. Cedric meteen. Nope. Oh, afgeweerd. Ja, zo moet het. Het is nu 2 tegen 1. Let's go! Ik had niet verwacht dat ze 4 tegen 2 zouden winnen. Eigenlijk had het alleen moeten doen. Dus krijgen jullie er weer 300 euro bij. Voor de volgende challenge moeten jullie 1 iemand uitkiezen. Ik weet niet meer wat je bedoelt. Wat moeten we doen? Wat is de challenge? Dat ga ik niet zeggen. Degene die jullie nu dus uitkiezen moet de volgende challenge halen. Dan krijgen jullie 400 euro erbij. Dit is echt super moeilijk. Jongens, ik wil binnen 10 seconden een antwoord hebben. Kut, Sam. Ik stem op Jacco. Ik denk ook op Jacco. Het is Jacco geworden. Ik ben echt heel bang. Nou komt er echt extra veel druk op mij. En dan gaan we jou nou blinddoeken. Oh, dat is fijn. En dan gaan we nu naar de volgende locatie. Jacco, wat denk je dat het wordt? Ik heb echt geen flauw idee, maar ik ben echt heel bang. Jacco, jij moet gaan bungee jumpen. Nee. En jullie mogen niet meer wisselen van persoon. Voor 400 euro. Dat is aan jou, Jacco. Hij heeft hier gewoon bijna 2 uur lang geblinddoekt heen gereden. Ga je dat doen? Ik moet denk ik wel. Ja, je moet. Jacco werd meteen klaargemaakt en daarna helemaal omhoog getakeld. Jacco moet inderdaad van 60 meter naar beneden gaan springen. Het is zo goed als veilig. Niet helemaal, maar we gaan het toch maar doen. Ik hoop wel echt dat hij het gaat doen. Hij heeft geen keus. Kom op, Jacco. Daar gaat hij. Ah! Oh nee! Oh. Lekker, Jacco! Oh, dit ga ik echt nooit meer doen. En dankzij Jacco hebben jullie weer 400 euro erbij verdiend. Hoppa! Let's go. Dankjewel, Jacco. Ja, dat was makkelijk. En dan komt hij aan. Lekker!
Legend. Voor de laatste challenge worden jullie allemaal geblinddoekt. Allemaal? Dat vind ik echt niet leuk. Jacco, daar ga je weer. Au, au. Ren nu nog kan. Eén team, één taak. Oh, dit is naar. En dan mogen jullie nu naar de auto. Ja, hoe? Ga maar. Dat is niet kant op. Dat is niet kant op. En voor de laatste challenge gaan we ze in de escape room zetten. En daar gaan we nu heen. Zonder iets te weten hebben ze besloten dat Floris en Cedric het gaan doen. Dus heb ik ze opgesloten in de escape room. Hoppa. Als ze winnen krijgen ze in totaal letterlijk 1300 euro. Ik heb echt geen idee waar we zijn. Oh, ik vind het heel eng. Doe jullie blinddoeken maar af. Oh mijn god. Als jullie binnen een kwartier uit deze kamer zijn, krijgen jullie de laatste 300 euro. En de tijd start nu. We moeten deze blauwe deur pakken. Ze zitten nu in de bovenste kamer. Ze kunnen zo meteen via de trap naar beneden toe. Alleen die code weet ik alleen. Ik ga ze nog eventjes laten wachten. We moeten sowieso een code hebben. Ja, ik denk dat jullie hier niet uit gaan komen. Ja, gaat niet weg. Na ze nog even voor niks te hebben laten zoeken, gaf ze de code voor de laatste ruimte. En wij kunnen vanaf hier alles in de gaten houden. We moeten als eerste de code van de grote kluis zien te vinden. Twee. Maar hier zit ook een 2 op. We hebben al een 9 gevonden. De code vinden ze door alle groene cijfers van laag naar hoog achter elkaar te zetten. Maar die cijfers liggen verspreid door de hele kamer. Maar om het nog moeilijker te maken liggen er ook rode cijfers verstopt. Oh, ik heb een rode 4 gevonden. Maar rood is niet goed. Jullie hebben nog maar 10 minuten de tijd. Ah. Hey, oh, ik heb een 8. Ik heb een 8. Hier ook. Dit is een 6. Oh joh. Ze zijn er dus gewoon heel de kamer aan het rondzoeken voor de groene getalletjes om de grote kluis te openen. Ik heb een 1, ik heb een 1, ik heb een 1. Jullie hebben echt veel cijfers, gast. Cedric heeft waarschijnlijk het laatste getal gevonden. Nu kunnen ze de kluis gaan openen. Hoe zou je dit interpreteren? Ja, van laag naar hoog. Dus... En dan A. 1, 2, 2, 4. Ja, ja! Hij is open. Oh mijn god, ja! Nog een kluisje. Nou moeten ze dus een sleuteltje gaan vinden van het kluisje dat in de grote kluis zit. En die ligt heel goed verstopt. Zijn die open? Inmiddels hebben jullie wel nog maar 3 minuten de tijd. 3 minuten? Ze hebben aan het begin van de dag een diamant gestolen. Daarna gebasketbald tegen een professionele basketballer. En nu als laatste moeten ze uit deze escape room ontsnappen. Als jullie nog een hint willen, kost het jullie 50 euro. Ja, we moeten wel. Geef die tip maar. De blauwe lucht. Huh? Ze kijken nog eens dan naar boven. Maar dan gaat er wel 50 euro van het eindbedrag af. Ik heb iets, Cedric. Ik heb nog een sleutel. Dan moeten ze nou met die stok het kluisje dat er buiten staat pakken. En daar zit de sleutel in om de deur te openen. Oh, hier heb je ook een kettingslot. Wauw, hier kunnen we heel goed. Broer, kijk dit. Oh, no, dat is een kluisje. Ja. Heb je hem? Oké. Ja, sleutel. Jongens, jullie hebben nog maar 1 minuut. Nog 1 minuut. Ja. Is dit de deur? Ja! En dat betekent dat jullie met z'n allen 1250 euro hebben verdiend. Willen jullie nou ook een keer meedoen, net als alle abonnees in deze video? Like, abonneer, tot volgende keer. Houdoe! Doei! Doei.